Ik heb net het bakje klop gedaan. Ik heb net even aangekruist welke dagen we al net zijn geweest. Super tof dat je kijkt naar Gloneo Vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik was wel bezig al en ik ben net wakker en ik was wel bezig met koffie. En een beetje wakker te worden. Dus dan gaan we even de gordijn opengooien. Ik heb er wel een radio aangezet. Alleen nog haar gekammen. Maar het valt mee. Dus. En het is al wel minder dan gisteren. Maar maakt niet uit. En super lekker geslapen. Alleen ik werd 3 uur. Werd ik wakker. Waarom weet ik niet. Maar ja, maakt niet uit. Ik heel even op YouTube zitten kijken. Toen 3 uur nog dat ik wakker werd. En daarna ben ik toen verder gaan slapen. Maar ik heb een paar dingen ook hier nu te doen. Dat is hier even was opruimen. En koffie even klaarmaken en even editen. Dus, en maar voor de rest ben ik op schema. Heerlijk al lekker nu gordijntje open. Dadelijk even lekker editen. En voor de rest zie ik wel. Laten we er lekker een leuke dag van maken. Ja, ik heb er nu al zin in. Ik heb een wasje gedraaid, Jan Tunjol. En ik heb nog een wasje gedraaid, moet ik even deze meenemen. En het is super prachtig weer. Maar ik geniet ervan. En ik had de camera neergezet, ook handig. Maar ja, ik heb net even lekker handdoeken even gedaan. En die ga ik nu uithalen. Dus laten we dat even doen. Oh. Hoppakee. Als het goed zijn de 3 handdoeken. En dan doe ik het deurtje dicht. Zo. En dan neem ik het mee. En dan ga ik het ophangen. En daarna hoef ik geen wasje meer te draaien. Gelukkig. Ik ben er blij mee dat dit de laatste was is. Al heb ik wel wat was staan. Maar die kan later nog. En ik heb nog een was. Maar dat is hierlo. Hier zo, Sander. En wat ik ook heb gedaan, dat vind ik wel eigenlijk fijn. En daar ligt Kanja al op. Doet hij altijd als helemaal schoon is gemaakt. Mijn bed. En Kanja geniet er gelijk van, hè? Kanja? Zo, dat snap ik best hoor. Wat een lekker in een schoon bed. Hè?
Vind je het lekker, jongen? Je hebt geschoongoost goed schoongemaakt gemaakt. Oh, dat is het lief beestje. Ja. Je zit altijd aan z'n horen. Vroeger, ik heb mijn broertje in ieder geval. Dat zat altijd aan, ik heb een oude kat gehad. En die zat altijd aan zijn oren. Ik weet niet waarom die dat deed. Vraag me nou even af. Ligt niet lekker. Maar dus dat heb ik gedaan. En alles schoongemaakt hier zo. En ik vergeet één ding. En dat is die pan. Deze la open. En dan zet ik deze neer. Even kijken. Ja, en dan is alles opgeruimd. Dan netjes. En even de was ophalen. En dan ben ik helemaal klaar. Ik heb net een bakje koffie gedaan. Ik heb net even aangekruist welke dagen al net zijn geweest. En nog 3 maanden is het al 2020. Wat gaat de tijd hard? Ik wist nog de dag van gisteren dat ik aan het begin van het jaar in mijn kant ging. En dat was super bijzonder. En wat gaat ineens? Moet je nagaan dat het al tijd geleden is. Nou, maar ja, ik heb net even koffer gezet. Dat ik even trek in. Maar ik vind ongelooflijk tijd hard gaan. En het is ook tijd geleden dat ik eigenlijk op vakantie ben geweest. Het is weer nou een paar maanden verder. Want ergens in juli ging ik op vakantie. En het is nou weer september. Moet je nagaan hoe hard het gaat. Vakantie is ook weer voorbij als het goed is. Zijn jullie al een paar dagen al eerste schooldag geweest. En dus zijn jullie eerste week als ik goed heb. Voor sommigen is het tweede week of derde week. Laat even weten in de reactie. Kom jij uit buiten Zuid-Holland? Laat even weten in de reactie. Zou ik toch wel benieuwd zijn. Maar in ieder geval, het is tijd weer verder. En gaat gewoon kapot hard het jaar. En voor je het weet is het alweer 2022. Moet je nagaan. Zo hard kan het gaan. Maar heerlijk net even wasje opgehangen. En het zonnetje schijnt, maar ik zat net al te twijfelen. Zou ik jas aantrekken? Jas sowieso niet. Dat is sowieso wel te warm voor. Vest aan te doen of niet. Dus daar zit ik aan te denken. Maar ik doe denk ik sowieso voor de zekerheid wel. En deze vest gooi ik in een was. Moet ook wel gewassen worden, want die liggen allemaal een tijdje. En ik dacht, nou moet een keer gewassen worden. Dus, ik heb hier een vest. Maar het is denk ik te warm voor. Maar ja. Doe maar, ik pak voor de zekerheid maar vest. Want ik denk dat het wel een beetje te koud is. Nog ietsje te koud weer om zonder vest te lopen met en korte mouwen. Dus ik wil aan te twijfelen nou. Ja, ik weet niet. Want Nederland is ook zo'n type. Is het nu warm. Maar einde van de middag is het afgekoeld. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Want daar zit er verschil aan. En daarom zit ik wel aan te twijfelen. Dat is zo moeilijk. Want ik had wel met andere begeleiders over. Bijvoorbeeld zaterdag juist. Bij Nederland weet je nooit, want we hebben de melding, we zaten al te kijken, was al verwacht dat ze regen zou komen. En er werd al gezegd, eerst 10:00. Toen had ik mijn begeleider gekeken, een begeleiding gekeken en zei van, gaat 8:00. En ineens deed ik iets aan, ik liep naar buiten, plons. Maar dat was 6:30. Half zeven ongeveer, misschien iets eerder. Maar toen ging het ineens regen. Dus moet je nagaan, Nederland weet je gewoon nooit. Dat wil ik daarbij, daar wil ik even over hebben. Vanavond denk ik, morgen denk ik alleen deze wasje draaien. Dan is denk ik hopelijk die droog, wat daar hangt. Sowieso die onderbroek wel en sokken, dat weet ik zeker. Want het staat nu al lekker in het zonnetje. Dan gaat het nog harder. Ik ben blij mee dat ik nu alles gedaan heb. Dat geeft wel echt veel energie. Ik ben onderweg naar mijn werk al, maar ik heb daar nu besloten, zoals jullie zien heb ik geen vestje aan, maar ik heb hem wel bij me. Tja, dus ik ga nu al richting werk en ik kreeg net al, ik ga nu alweer richting werk, ga ik lekker werken, ik heb er super veel zin in, lekker warm weer. Alleen een beetje frisjes, een beetje wennen, maar het is net aan te doen om zonder vest te lopen. Ik heb voor zeker aan dus meegenomen. Voor avond, want het kan ook afkoelen natuurlijk. Je weet het nooit in Nederland. Dus heb ik voor zeker meegenomen, maar ik dacht ik helemaal gewoon mee. En ik zie al hoe het vanavond is. Dus ja,
Ik ga nu dus lekker werken. En ik zat al, wat ik al zei, echt te twijfelen. Ik dacht, ik hoef het niet per se aan te doen. Ik kan toch ook gewoon lekker op mijn middel doen. En dat heb ik nu gedaan. En nu lekker mijn richting werk, lekker werken. Ik heb lekker gegeten net. En lekker spaghetti. En ik ga nu maar even dadelijk scheren. Maar ik heb terug, heb ik ook geen vest aangehad. Maar ineens is de zon weg, zie ik nu al te kijken. Gaat het nou regenen? Het lijkt er wel op, als ik naar de weer kijk. Maar wel apart hoe de weer eruit ziet. Maar ja, nee, het is niet aan het regenen, dacht ik dus. Ik ga nu maar even klaarmaken. Wat ik nu ga doen is even lekker scheren. Even gewoon even bijwerken. Als het al netjes uit, maar hier krijg ik weer helemaal baardje. Hier zo. En hier, dus wil ik even dat weghalen. Dat dit zo'n glad is en zacht dit. Mijn wangen, om zo te zeggen. Dus gaan we dat even nu doen. En ik heb een heel klein beetje video bewerkt. Maar nu even scheren. Laten we dat nu doen. Honey, I'm a perfect 10. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. And I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Zoals jullie hebben gezien, heb ik net al net geschoren en daarna was je opgeruimd en dan was je nieuw was ingedaan en kan ik even ophangen, maar ga ik deze even aanzetten, deze naar beneden zetten, want dat is voor de was bedoeld. Zo, dat is even lekker, klaar, helemaal klaar. Was je zelfs even teruggehangen waar die hoort. Dus dat heb ik ook weer gedaan. Hoppakee, klaar met die handel. En ik zou er gebeuren nu. En het wordt snel donker, want het is nu pas bijna over 3 kwartier is 9 uur. En nu wordt het al donker. Weet je wat? Dat gaan jullie nu wel zien. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Baby, it's time we got out. Run underneath the rows of trees. I will see you where the... Zo, dat is allemaal gebeurd en ik moet echt morgen vroeg op. 7, ongeveer 6:45 word ik alweer bakken gebeld. Ik ga nu echt alles afsluiten. En ik denk dat het niet gaat gelukken, maar ik ga heel veel een paar dingetjes doen. Nog een paar dingetjes doen en dan ga ik lekker mijn bed in. Ja, want morgen weer een dag. Morgen vroeg op. Morgen moet ik om 9 uur in Hilversum zijn. Ik ben er eerder geweest. Waarvoor? Dat is voor toch? Nee, ik ben er daarheen geweest voor beeld en geluid. Daar moet ik dit jaar ook heen. Dus daar 2 keer achter elkaar heen. Eigenlijk in dit jaar, maar waarvoor ik nu heen ga, ga ik niet vertellen. En waarvoor ik andere keer heen ga, dat kan ik wel vertellen. En dat is voor Social Media Award. Jullie kunnen natuurlijk ook nu aanmelden. Dus tot en met 14 oktober kunnen jullie aanmelden. Heb jij nog niet ingeschreven voor speciaal YouTube speciaal Media Award? Doe dan even snel nu. Je kan nu nog aanmelden. En wat ik nu ga doen is even naar de gang. Ik ga weer de deur op slot doen. Maar het zou tof zijn als jullie aanmelden. Ik heb gehoord gekregen dat er al 10 aanmeldingen zijn. Als het goed is.
Dus ik ben benieuwd. Ja. Hoeveel aanmeldingen eigenlijk dit jaar totaal komen. En ik wil jullie nu eigenlijk allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop je allemaal deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers op Groen Nieuwe Vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik was trouwens helemaal vergeten dat ik nog spaghetti in de koelkast heb staan. Trouwens, neem ik gelijk even onder een bordje mee. Want ik zat even zo'n brood te eten. En die was helemaal hard. Die was helemaal te snel opgedroogd. En die ga ik maar weggooien.